Ja. Alweer een aflevering, 9 januari van de Big Benny Bar. En ik heb fantastische attributen op het tafel liggen. Dus ook wel denken, hoe ga je dat euro? Maar ik gewoon even richting Paul. Paul, Duisburg zijn romans. Dat zijn thrillers. Drie thrillers. Die ik geschreven heb tot op dit moment, ja. Ja, maar nu zullen de mensen vragen, want het is vastelovend. Wat heeft een thriller noemt vastelovend te maken? Ja, in principe natuurlijk niks, want de eerste twee beuken gewoon nog niet over carnaval. Maar de derde beuk, wat in 10 november vorig jaar is gepresenteerd in Heerlen aan de burgemeester en de stadsprins van Heerlen, dat gaat over de wingbulen. Een thriller over de wingbulen? Over de wingbulen, ja. En, nee. Ja. En aangezien ik zelf ook van de wingbulen ben, ik ben door vicevoorzitter. Ging dat natuurlijk niet zomaar. Moest natuurlijk even vragen aan het bestuur of dat kost. En dat kost, hebben we het gelezen en gezegd dat is leuk. En het is natuurlijk reclame voor de wingbullen. En dan is het ook een heel spannend boek. En ik zie die drie boeken liggen. En echte boeken, hè? Ja. Dat is niet een romannetje zo ver. Nee, het zijn allemaal 300 pagina's, ja. 300 pagina's? Ja. Hoe lang is het een boek? Nou, dat heb ik een jaar gedaan. Dat eerste heb ik 2 jaar gedaan en dit ook een jaar ongeveer. Ja. 10 november heb ik gepresenteerd afgelopen jaar. Ja. Het is overal te verkrijgen? Het is overal te verkrijgen als de naam van mij Glenn Goudstap, want dat is mijn pseudoniem. Ik heet Paul Gutgens, maar mijn pseudoniem is Glenn Goudstap. Dat is overigens een anagram van mijn naam. Ja. En als ze dat intikt, dan zet ze meteen op bol.com. Dus het is overal te krijgen. Als ze in de vereniging zit, en ik heb natuurlijk omdat ik er fietsenvuurzitter van ben en ook in een andere carnavalsclub zit. Ook carnaval is gewoon een passie. Dus ik dacht van als ik dan een verhaal nog een keer schreef met dezelfde hoofdpersonen, met alle beuken met dezelfde hoofdpersonen, dan wou ik dat rond carnaval laten spelen. En omdat ik in de vereniging zit en alle ins en outs van die vereniging ken, heb ik gedacht van nou laat ik het ganse seizoen van het uitropen van de prins, van de eerste zaterdag van januari, tot aan Esche Goornzicht, tot het Heringbieten toe. In dat hele seizoen speelt zich dit verhaal af. En tijdens alle evenementen gebeurt wat gaat, wat tot de oplossing van de moorden gaat komen. Fantastisch. En het heeft de geheimen van de prins, omdat het over de stadsprins van Heerlen gaat. En goed, de rest moet ze maar uit het boek halen, want dat kan ik natuurlijk niet vertellen. Nee, natuurlijk niet. Ja. Ook dit is vastelovend. Maken we samen in de trillen van de wingbulen uit Heerlen. Vanaf het moment dat het gebeurt, tot het einde van de vastelovend. Ja, het hele heel seizoen. Af, ja. Met uiteindelijk ja, de op, conclusie. Van de carnaval zien zich de dag dat de prins weer abdiceerde in Heerlen, dus dat is stop. Der avond werd de oplossing gevonden van de moorden. Ja. Goed zo. En ik heb nog een gast aan de tafel, Ferry. Hoi. Ferry, dus je zo'n beuk? Nee. Nee? Maar ik heb de eerste twee wel gelezen en dat is zeker de moeite waard. De derde moest je dus nog gaan lezen. Ja. Maar dit hebben ze een. Wat duist je dan? Ja, ik ben met een paar rung 24 jaar geleden begonnen met de carnaval met te lopen, de optocht in Heerlen. En uiteindelijk had dat geleid tot we dus alle jubileum hebben gehad. En nog een keer een jubileum. En vorig jaar de wisselprijs klinkroepen hebben gehold van de 180 deelnemers. Dus, ja. Maar goed, ik bedoel, op te lopen hebben we heel veel in Limburg. Ja, maar dat is net zomaar. Nee, dus, maar de Duitsers gaat speciaal bier. Ja, we doen dat samen met een naaister. Ja. En we zijn zo gek in het maken van pekskes. Dat de naaister zelf had gezegd van jongens... ik ga dit jaar met u de stoffen gelen bij in de groothandel. Want vorig jaar hadden we een machine gekocht bij de mevrouw. Ongelooflijk. Dus, maar als ik het goed begreep, loop je niet alleen de opdracht, maar je maakt gewoon echt alles. We beginnen bij een idee. En uiteindelijk komt er een pakje uit met ondersteunende attributen. Ja. Dus eigenlijk onder het motto van dit jaar vastelovend. Deze maken Nederland... we samen dat doen. Samen ja. Fantastisch. En wanneer begint je met de nieuwe kleier? Eigenlijk zodra het thema van de wingbulen bekend is. Dus dat is echt schoon zich. Begint je voor de jaar daarna? Ja, dan een beetje evalueren. En dan gaan we vast langzaam denken. En dan komt ze tot een ideetje. En een ideetje weer een idee. En uiteindelijk weer er getekeningen gemaakt. En zo gaan ze weer. Geweldig zeg. Nou, ik zou zeggen hartstikke bedankt dat ze ook vandaag hier bij mij te gast was in Verre. Samen met Paul. Met de fantastische triller van de Wingbedoeld Heerlen en de fantastische kleier. En zeker de Wisselbeker. Dus ik zal gang te veel wie dat moest winnen. Drie keer om hem te mogen hebben. Heren, bedankt. Vastelovend, maken van samen. Organiseer een herenzetting. Maak de kleier van pap. Maak allemaal niks goed. Speel je de kloon. Loop gemiddeld naar optocht.
Zit je ergens met vastlomie betrokken? Stuur je filmpje op. Alle amateurfilmpjes zijn welkom. Stuur het filmpje op naar onderstond adres en beeld. Dan maak je prijs van 400 euro. Dat beschik je zelf door de brandroerie. Dus zeker doen. Alle filmpjes opsturen. Want vastlovend maak je weer samen. Marie Vars, een kleine selectie. En gebroken. Ik beloof troe aan de marotterie. Sina aard, zeden en gebroken. Hoi, ik ben John Smeets. Ik ben 50 jaar en ik ben 33 jaar voorzitter van Club De Snaken. We zijn in de Vastlovenswagen Boeren in de Opdachal in Zittert. En met heel veel lui en we gaan dit jaar onze 33ste wagen op de straat zetten. Met drie mannen voor de kram opgericht. Waarvan ik als enige nog over ben. Eén zit in Canada en één zit in Maastricht. Gaan samen toe hebben we ons contact met ze. Dat wordt natuurlijk immer lastig. Door de jaren her zeven immer wordt de bedoeling van ons voor het vastloven neer te zetten en immer jeugd bij te trekken. En het is ons vrijjarig. Gelukkig we zijn we 33 jaar bezig. Mijn veer zijn dus nu met 54 man. En met 54 man zitten we de wagen neer. En er zitten lasjes bij. Er zijn mensen bij die kennen helemaal niks. Die komen aan. Die gaan met plakken en beginnen op een gegeven moment ook met draad te zetten. En het is gewoon één grote gezellige club. Waar Gerre Pilske wordt gedronken en waar Gerre Feestje met gevierd wordt. Jurgen is hier draad aan het zetten op de betonijzer en dan moet hij heel stevig erop zitten, want dan moet het papier opgeplakt worden. En wie sterker dat zit, wie steviger dat is, dan vult het papier net even af en dan kent er ook goed tegen de regen. Dus, maar hij is goed bezig, hij nog het werk hier, dus hij kent de dag nog wel goed. Jurgen, best goed bezig, jongen. Laat gaan. Okay. Ik ben met de vastlovend geboren, ik denk dat je de traditie in het blote hebt. En daardoor is het eigenlijk gekomen, we hebben immer spas in gehad. Ik heb hem van mijn vader overgenomen een stuk. Jouw vroeger ook een club en dat is allemaal ter ziele gegaan. Dat is even opnieuw begonnen, met de snaken. En ja, er komen immer meer lubie wat de spas in hebben. En dat is ook belangrijk voor die traditie in ere te houden. Maar laat eens eerlijk zijn, vastloven is een geweldig feest, een geweldig folklore in Limburg. Net wie het Schuttenwezen, dat zijn twee dingen die mogen nooit verdwijnen. Ja, dat zijn de mannen, dat zijn de techneuten, de gemoedersbever. Die hebben hier de mechaniek erin gemaakt. Dat zijn de jongens die zorgen voor de motors. Dat is eigenlijk het technische gedeelte van de wagen. Die zorgen ervoor dat die mechaniek fijn bewegen en alles. Ja, die doen ze dan nog aanflasjes. Dus die hebben best wel zwaar werk. Want dat zijn de mannen die moeten met de meter gewoon lopen. Hè. Die moeten alles precies op boord maken. Hier, dan kennen we verder nog freewheelen met het vormen van de figuren erin. Dus maar ook hun moeten nog een flinke stal toelaten. Dus ze hebben nog gaat door. Ons erin eigenlijk in de spas. Je gaat niet eens in de boeren voor willen en de prijs winnen. Dat is wel leuk, dat is wel metgepakt. Maar de eerste is gewoon van die lol wat voor die wijken en een mondje van tevoren hebben. En dat is ook een stuk vastloven. Want het schoonste moment van de vastloven is voor al die jongens die staan, en ze wagen niet uit die halve. En dan pinken we ze allemaal het treunkenwagen en dan hebben ze gehad van. Het is allemaal van wat hebben we allemaal samen gemaakt. En dat is het schone. Dan is het enige, alles is allemaal gereus. En dat is zo'n moment, dat is misschien nog wat schoner als de ganse aftocht. Sintalen, vastelovend feest, feest, Sintalen, dat hebben jullie elkaar. En Geer gaat vandaag hier feest maken. Dat zeggen ze. Ja, dat hoop je toch? Dat proberen we wel. Maar ik wil even een kleine anekdote vertellen. Je zit al heel lang in de bar vandaag. Ze hadden allebei hetzelfde hem aan. Ja. Maar net voordat je moest optreden, wat gebeurde er? Een niet nader te noemen persoon, daar stond even een glaas kolen voor me heen. Dat vond het broen. Zeg maar, wat hier zo in het leer zit, dan vond ik dat hier eigenlijk nog een paar plaatsen broen bij. Maar uiteindelijk heb zich nu het hem dan van... Van Martin. En gelukkig hebben we precies dezelfde moord. Ja. Ja, dat zit veel, hoor. Allebei smal. En... Ik ben een stuk slanker geworden. Ja. Maar hij had nog een ander hummer bezig, was dat blauw-wit. Dus ja, is ook een beetje Oktoberfest. Hè. Niet dat je met carnaval te maken hebt, maar maak ja, helemaal niet feest is feest. Hè. Feest is feest. En het schone ervan, mijn jongens, want je gaat het echt doen. Ik heb het nog niet gehad, ik ben niet wel het jaar. Geer gaat het doen. Iedereen verwacht natuurlijk nu een overkrijg of weet ik wel. Nee, ja. Je gaat hun vandaag een schoenkele brengen. Yes. Ja. Welk nummer?
Genieten zolang als het geit. Dames en heren, de Sint-Ellen met genieten zolang als het geit. Soms ook een droom is de weg der vergon. Volgt die dreimen zolang als ze kent. Want u het ja de liefst ook maar eens. Pluk de dag, maak plezier met die drang aan die zin. Voor z'n wens is toch alles voorbij. Van het leven en ook van de spas. We hijsen met liefde de vlag in de mas. We heffen de glazen, vergeten het lijd en genieten zolang als het geit. Soms filmt het leven dich schwor. Soms vult het met, die vriend houdt dich op de been. Du vult van binnen, du bist niet alleen. Blijf vandaag, kijk niet terug, want het heeft geen zin. Iedere dag is toch een nieuw begin. We houden van het leven en ook van de spas. We hijsen met liefde de vlag in de mas. We heffen de glazen, vergeten het lijd en genieten zolang als het geit. Met liefde de vlag in de mas. We heffen de glazen, vergeten het lijd en genieten zolang als het geit. Ja, we genieten zolang als het geit. Dat is prachtige klanken van Marten en Guido van de Sint-Ellen. Is weer Heerlen aan het over. Ik bedoel, weer de winkbuelen, zeg ik net tegen mij. Ja, winkbuelen, maar weet ze hoe dat vandaan kunt? Nee. Nee, weet ze niet. Zal ik het dat kort uitleggen? In Heerlen horen vroeger houdt ze die koempels en houdt de beambten. En die koempels, die jongens van Onger en de Koel, die zachten altijd van die beambten. Jongens, die hebben de nazen omhoog. Die hebben alleen wink in de buul. En dat zijn dus winkbuelen. En de vaste lovensvereniging, de winkbuelen, 6x11 min 1 jaar geleden, hebben dus de naam winkbuelen gekozen als door draak met te steken. Dus daarom hebben we nu winkbuelen eigenlijk, ja, veel log en niks erin. Ja. Maar dus is het al, je hebt jubileum. Ja, weekend na de 11e van de 11e. We beginnen ongeveer op de donderdag met een aantal activiteiten. Wat er belangrijk is dat we het jubileum willen vieren met Heerlen. Dus met veel carnavalsverenigingen. We hebben een speciale avond met alle verenigingen uit de stad. Zowel de geuniformeerde vereniging als de optochtgroepen. In een avond gezellig met ons, allemaal ongeregen. Gezellig de vasteloven vieren, die vier gewend zijn om te vieren. Ja, ja. En als je naar Heerlen denkt, dan denk ik aan een carnavalsweekend. Een grote tent, groot paviljoen. Ja, we hebben een groot paviljoen gestaan. Op zichzelf ook een keer op de vrijdagmiddag. Poefelenzitting hebben we gestaan. Dat doen we dit jaar natuurlijk weer. Dit jaar voor de 12e keer, dus we hebben het al 11 keer gedaan. 12e keer vastelovenspaviljoen. En ja, we zijn er eigenlijk ontzettend groot op dat we dat paviljoen hebben. Met name omdat door de jeugd vastelovend viert. Want we hebben een fantastische jeugddelegatie van die kling jongens en meisjes. Ja. Die doen het perfect, maar daarna is eigenlijk niks meer. Binnen de SLV zijn we vooral een kijken wie we die jeugd kunnen opvangen. Nou, we doen dat in het paviljoen. Dan werd vastelovend gevierd, soms af en toe een beetje met... Met het van die housemuziek van dicht. Okay. Maar dat, ja, ja. Is, dat vingen ze richtig feestvieren. We mogen dit jaar eigenlijk wel van geluk spreken.
stukje waardering gekregen van de Heerlense bevolking. De gemeente heeft afgelopen jaar een onderzoek gedaan onder de Heerlense bevolking. Ja. Over de cultuurbeleving in Heerlen. En zo is natuurlijk denken Cultura Nova, voorbij Boets, al die fantastische evenementen. Maar wat stond op nummer 1 bij de Luva Heerlen, waar Heerlense Vastelovens optreedt? Daarvoor echt voor ons een kroon die we kregen. Dat vonden we fantastisch. En dat het jaar voor ons jubileum. Dat kan niet beter. Een goede spreker, ik bedoel, ik kon er binnen net tussen doen vertellen. Nee, maar daarom hebben ze een groene... winkel gemaakt. Dus. Ja, dat is waanzinnig. En bedoel, ben ik het vergeten te vragen? Wilt ze nog het portaal voor de gezin van Ben? Dat... Nee, ik denk dat we met gans Limburg dit jaar een ganse korte, maar een hevige en een schone vastelovend kunnen vieren. En wie vieren we altijd zeker op het einde? Vastelovend samen, dat is ook die motto. Fantastisch, vastelovend maken we samen. Alsjeblieft. Dankjewel dat je de gast wilt zien. En natuurlijk ook de Minse Toes en in de café. Bedankt om weer bij de Big Benny Bar aanwezig te zijn. We zeggen een hele schone Barcelona. En binnen de volgende week bij. Want volgende week heb ik weer heel veel gasten hier in de bar in Wieleren.